traditioneel gezag van Brokopondo en het Matawai-gebied zijn in diep beraad. Het kan er bij hun niet in dat het goudbedrijf Rosebel zich niet houdt aan werkafspraken en harde toezeggingen die zijn gedaan aan hun gemeenschap. BEP-parlementariër Ronnie Assabina gaf vandaag in DNA aan dat er gisteren een gesprek is geweest tussen het traditioneel gezag en de directie van Rosebel. Assabina heeft eerder in het parlement gevraagd naar een evaluatie van de gouddeals, omdat goudbedrijven het niet zo nauw nemen met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onder meer zijn we strategieën aan het bedenken en in voorkomende gevallen aan het uitstippelen hoe het rechtmatig aandeel van de koek voor het district, voor deze gebieden veilig te stellen, voorzitter. Wij overwegen ook om deze bejegening inclusief, voorzitter, wat ik al eerder aangaf, dat deel van de koek, welke die gebieden rechtmatig toekomen, voorzitter. Kortom, om media aandacht te geven aan die bejegening, voorzitter. Voorzitter, u weet dat de gouddeals met Rosebel, in tegenstelling tot de deal met Newmont, voorzitter, niet voorziet in een ontwikkelingsfonds. We hebben ook begrepen, voorzitter, dat Pamagastam niet makkelijk aan de middelen uit het ontwikkelingsfonds en kan komen. We blijven erbij, voorzitter, dat wij als DNA beide gouddeals aan een grondige evaluatie, voorzitter, moeten onderwerpen. En hiervoor hoeven wij niet te wachten totdat de regering zover is. Ook andere parlementariërs accentueerden het belang van de evaluatie van de goudovereenkomsten. Rabin Parmisser van de NDP en Obed Kanapé van de ABOP haalden aan dat ze vaker klachten krijgen dat de bedrijven zich niet houden aan de afspraken. We hebben keer op keer gevraagd dat wij de beide goudovereenkomsten, er zijn fondsen daar, de uitvoering van de fondsen. We krijgen berichten dat er niet conform de overeenkomsten geschiet. Verder, voorzitter, dat local content niet op de juiste manier daar uitgevoerd wordt. Uitvoerders met onderaannemers, waarbij onderaannemers meer bij het ene dan bij het andere goudbedrijf hun gelden, sommigen zelfs jaren moeten wachten. Op dit vraagstuk wensen wij van de ABOPEL-fractie ook in te gaan. Omdat we ook bij de begrotingsbehandeling naar voren hebben gebracht de kwestie van de contractors. En daarnaast ook van zeg maar burgers of lokale arbeiders die in dienst worden genomen op een of andere manier. Niet in vaste dienst komen en uiteindelijk door optreden van de organisatie of de multinationals dat ze weer eruit vallen. Terwijl er afspraken zijn met de gemeenschappen die zeg maar, deze multinationals accommodeert in hun woongebied. We pleiten voor een betere relatie tussen de multinationals en de gemeenschappen. De gemeenschappen die geven ons aan in gesprekken met hun dat afspraken die zijn gemaakt waarbij leden van de gemeenschappen in vaste dienst zouden treden. En ik denk aan het Matawai-gebied en ook in het Brokopondo-gebied dat deze gemeenschappen, de leden uit deze gemeenschappen niet in vaste dienst treden. Haast alle fracties zijn de mening toegedaan dat de goudovereenkomsten geëvalueerd moeten worden. Assembleevoorzitter Marinus B. gaf aan dat bij de eerstvolgende huishoudelijke vergadering er een commissie benoemd zal worden om de gouddeals onder een vergrootglas te plaatsen.